Mijn roots liggen in Tongeren. Ik ben geboren en getogen Tongenaar. Wel een paar jaar in Leuven gestudeerd, maar dan teruggetrokken naar Tongeren. En ja, sport is mij altijd ook geïnteresseerd. Ik ben een sportman geweest vroeger. Meer het voetbalverhaal, maar goed, zaalsporten vind ik heel leuk. Je haalt Leuven aan. Dat is toch een belangrijk iets geweest in jouw leven, want zo ben je uiteraard hier eigenlijk aanbeland. Klopt. Ik ben daar gaan studeren en veel Limburgers blijven, als ze gestudeerd hebben, blijven hangen in Leuven of rond het Leuvense. Ja, ik ben daar hier teruggekomen, ik ben dan beginnen te werken. Ik was ingenieur bouwkunde van opleiding en ik ben dan beginnen te werken bij Van den Bos in Alken. En daar werk ik 21 jaar later nog altijd en nu ben ik daar gedelegeerd bestuurder. Het zijn spannende weken nog, hè? Nog twee wedstrijden te gaan. Hoe zie je het zelf? Hoe leeft het bij jou binnenin? Ja, het is tot vorig jaar waren we in Tongeren heel veel luxe gewend. Vorig jaar was een heel moeilijk jaar. Dit jaar was dan, in het begin leek het alsof het vlotter ging gaan. Dan hebben we weer een dipje gehad. Maar ik denk wel, goed, allee, het zal spannend zijn. En de kranten moeten iets hebben over te schrijven, maar ik zie het wel goed komen. Ik denk het duel tegen Hasselt volgende week. Vandaag hopelijk dat ze al zich kunnen veiligstellen. Maar anders moeten we volgende week in Hasselt gaan winnen gewonnen. In het Hol van de Leeuwen, dat zou nogal wat zijn. Hè? De Limburgse derby die beslist wie naar de play-downs moet. Ja, ja goed, het is wat het is. Hasselt is veel minder dan vorig jaar. Die hebben ook een aantal sterkhouders die vertrokken zijn. Eigenlijk wat Tongeren vorig jaar in de hand gehad heeft, hebben zij dit jaar. En dan ondervindt iedere ploeg wel hoe moeilijk het is om als een paar sterkhouders tegelijkertijd vertrekken om die te kunnen opvangen. Heel veel jong mensen zijn er, maar ja, die hebben soms wat steun nodig van anderen. En ja, dat merken veel ploegen tegenwoordig. Tot slot wordt er gewerkt naar het komend seizoen al. Want ja, dit wil je waarschijnlijk niet nog een tweede seizoen meemaken. Nee, ik denk goed, Tongeren moet roeien met de riemen die het heeft, hè, financieel. Wij kunnen niet op tegen de professionele ploegen van Frankrijk en Duitsland die de goede spelers wegkopen. Maar ik denk wel, ze hebben een heel stevige jeugdwerking en met speler Bollaars die volgend jaar terugkomt, dat zal een ervaring zijn. En ik denk dat heel veel van die jonge mensen die er zijn, die heel veel talent hebben, maar die misschien niet altijd, als het wat tegen zit, al rapper het kopje laten hangen. En door die iets ouderen erbij te halen, dat we terug een competitieve ploeg hebben. Vanavond zal het knokken zijn, want Aalsmeria moet ook winnen, hè, voor de Final Four. Ja, ik denk dat beide ploegen alle kansen moeten grijpen en dat zal een leuke wedstrijd worden. Ik denk voor Tongeren, ze moeten winnen, dan zijn ze zeker. Als ze niet winnen, ja, dan is volgende week nog spannend. Maar goed, we gaan zien en ik denk, ja, Tongeren heeft het thuisvoordeel natuurlijk, dat helpt wel iets. Maar ja, je weet nooit. Zeg je het correct dat ik zeg van ja, 2-3 weken zo, dat ze terug in de goede richting aan het gaan? Ja, als je ziet de laatste 3 matchen altijd met 1 doelpunt verschil verloren. Ja, dan is het, ik heb geleerd in handbal, vroeger ook al, als je komt kijken. Een ploeg die 7 doelpunten voorstaat, dan denkt iedereen het is gedaan. Maar ja, dat is in handbaltermen niet. Vorig jaar de match tegen Sascha hier gezien, toen dacht iedereen het is gedaan en ze winnen toch nog. Ja, dan zie je maar dat dat heel, heel een dubbeltje op zijn kant is. En het is jammer, het valt aan de verkeerde kant, 3 keer achter elkaar. Laten we hopen dat het vandaag op 1 doelpunt uitkomt, dat het aan de juiste kant valt. Hè. Tot slot, waarom moeten mensen komen kijken? Of misschien zelfs nog beter, waarom moet iemand zoals u die een bedrijf heeft, Handbal Tongeren een steun geven? Ja, sowieso handbal is een heel actieve sport. Hè. Het is een zaalsport, maar er gebeurt elke seconde iets op een veld. Dat heb je natuurlijk bij voetbal, waar het altijd om draait, op de tv, heb je dat niet. En ik vind dat wij als bedrijven ook een maatschappelijke rol hebben. En dat wil zeggen, plaatselijke clubs ondersteunen op het lagere niveau, maar ook op het hogere niveau, gelijk handbal. Omdat zij natuurlijk, net zoals volleybal en andere zaalsporten, niet tegen het geweld van de koning voetbal op kunnen. En dus ze hebben alle bedrijven nodig om daar te kunnen. Gezellige avond, veel sfeer, veel ambiance. Voilà, meer moet dat niet zijn.